Bam, hallo. Of kan ik beter zeggen, hallo. Welkom jongens bij een gloednieuwe Let's Play op mijn YouTube kanaal. Het is een beproefd recept natuurlijk, maar ik zal het nog heel even uitleggen voor de mensen die hier nieuw zijn. We doen een eerste 30 minuten, eerste missie Let's Play, zodat er niets gespoild wordt. Want ja, natuurlijk zitten er ook spoilers in Halo 3. Ik kan me goed voorstellen voor mensen die in 2004 Halo 2 voor het laatst speelden op de PC. En op het einde te zien kregen Finish the Fight. Dat ze niet wisten dat ze 13 jaar moesten wachten om de fight te kunnen finishen. Maar het is eindelijk zover. Halo 3 is op de PC via de Master Chief Collection. En wij gaan hem vandaag spelen. Hij is al een tijdje geleden uitgekomen. Volgens mij was het 14 juli. Ik had nog geen tijd gehad om een Let's Play op te nemen. Helaas, want Halo is een van mijn favoriete franchises. Maar er is al wel wat meer duidelijk over Halo Infinite. Ik denk dat jullie natuurlijk ook wel allemaal de presentatie hebben gezien van Microsoft. En Halo werd daar eigenlijk als eerste uit de doek gedaan. En het was een beetje een paradepaardje. Viel een beetje tegen bij veel mensen. En ja, dat vind ik heel erg spijtig. Ik was ook niet weggeblazen. Ik heb hem nog niet afgeschreven. Maar er is nog een hoop werk aan de winkel voor 343 Studios. Die hebben ook deze port naar de PC gebracht. En laten we er gewoon gaan induiken. We spelen hem op normal. En normaal speel ik op heroic. Maar weet je, dit hebben we al een miljoen keer gedaan. En laten we gewoon lekker door het level heen wandelen. In plaats van 30 keer opnieuw dezelfde battle moeten doen. Omdat we doodgaan. Let's go. They let me pick. Did I ever tell you that? Choose whichever Spartan I wanted. You know me. I did my research, watched as you became the soldier we needed you to be. Like the others, you were strong and swift and brave. A natural leader. But you had something they didn't. Something no one saw but me. Can you guess? Luck. Mooie intro voor een vette game. Was I wrong? This ain't good. Damn. How far did he fall? 2 kilometers. Easy. Stay sharp. Gorman? His armor's locked up. Gel layer could have taken most of the impact. I don't know, Sergeant Major. Radio for Vitor. Heavy lift gear. We're not leaving him here. Yeah, you're not. Oh, crazy fool. Why do you always jump? One of these days, you're gonna land on something as stubborn as you are. And I don't do bits and pieces. Where is she, Chief? Where's Cortana? Don't make a girl a promise if you know you can't keep it. She stayed behind. Corporal, make it quick. Sorry, sir. Your armor's still in partial lockdown. Look up here, sir. Armor. Okay. Now down here? Good. Everything checks out, Sergeant Major. Kick off the training wheels, Corporal. He's good to go. Dan ziet hij de Arbiter. Chief, wait! The Arbiter's with us!
got enough to worry about without you two trying to kill each other. Were it so easy. We must go. The brutes have our scent. And they must love the smell of green. First squad, you're my scouts. Move out, quiet as you can. Eindelijk, we mogen van start. Ik speel het uiteraard met muis toetsenbord. Want dat is natuurlijk een van de nieuwe features wanneer je een game op de PC kan spelen. Normaliter speel ik heel liever met een controller, maar dat maakt het niet uit. Ik moet zeggen, het ziet er wel echt mooi uit en het draait ook als een zonnetje. Een ander ding is, de meest gehoorde kritiek natuurlijk van Halo Infinite, is dat die game er niet zo heel erg mooi uitziet. Niet zo heel erg next gen. Sterker nog, ik vind Destiny 2 zelfs er beter uitzien. Maar het is ook niet zo'n heel gek verhaal, weet je. Die game had oorspronkelijk uit moeten komen gewoon op de Xbox One. Was helemaal niet voor de next gen bedoeld. Ze hadden hele ambitieuze plannen. Het is een open wereld game, dat is het nog steeds. Het is echter alleen niet meer de open wereld die ze in eerste instantie voor ogen hadden. In eerste instantie wilden ze echt dat je ook gewoon in een vliegtuig kon stappen. En gewoon naar boven kon vliegen naar de andere kant van de ring. Dat je de hele ring zou kunnen verkennen. Nou, dat is niet meer zo. Dat zal misschien te maken hebben met de engine switch. De Halo Infinite zou gemaakt zijn in de Unreal Engine 4. Maar die zijn overgestapt naar de Slipspace engine, als ik me niet vergis. Zoiets hoorde ik bij Digital Foundry. Digital Foundry heeft ook trouwens een hele mooie video over deze Halo 3. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Kijk, daar staat hij. Uh-oh. Pistool is niet meer zo krachtig als in Halo 1. Raak ik hem überhaupt wel? Hij staat er nog steeds gewoon. Maar open wereld dus, die je volledig kon verkennen op een next gen. Ja, dan moeten die graphics gewoon gedowngrade worden. En nu in één keer dat toch naar de Xbox Series X. Ja, wat je dan gaat krijgen is inderdaad dat het gewoon een game is die gemaakt is voor de current gen. Die dan in een hogere resolutie en hogere FPS draait op de next gen. En ja, dat zijn niet visuals die je compleet wegblazen. En ik maakte ook geen geintje toen ik zei van ik vind oprecht Destiny er beter uitzien dan Halo Infinite. Beide doen vergelijkbare dingen. Even kijken, waarmee gooi ik mijn granaat? Shit. Ik heb nog geen granaten vandaag. Het gekke was, volgens mij was dit de eerste Halo waarbij je met de rechte bumper moest reloaden. Dat was zo weird. Daar moest ik echt heel lang over doen om aan te wennen. Nou, je ziet wel wanneer je op normal speelt dat zijn armor er heel snel afvliegt. Maar echt complimenten aan 343 voor deze PC-ports. Ze draaien echt allemaal uitstekend. We weten natuurlijk van die audiobug in Halo Reach. En die audiobug die schijnt nu volledig opgelost te zijn. Er is een patch uitgebracht. En ook de guns in Halo Reach klinken nu gewoon weer top. Wat betreft Halo 3. Vele mensen vinden dit de beste Halo ooit gemaakt. Het is zeker een hele goede afsluiting van een trilogie. Een einde met een lach en een traan. Oprecht. Echt een heel mooi einde. En misschien had de Halo franchise ook daarbij moeten houden. Maar ja. Weet je, heb je liever geen Halo meer of een wat mindere Halo? Ik ben er nog niet over uit. Hopelijk weet ze taaien te keren met Halo Infinite. Maar we weten natuurlijk allemaal hoe het is gegaan. 343 en de Halo franchise. Het is vooralsnog geen gelukkig huwelijk. Halo 4 was oké. Okay. Ik had er niet heel veel moeite mee. Ik vond de artstijl eigenlijk wel heel erg dope. Die ze hadden gekozen bij Halo 4. Het was wat wat meer gritty. Oh. Ik probeerde het te sprinten met shift. Maar er zit natuurlijk geen shift in. En daarmee gooide ik die bubble. Ik vond die artstijl best wel tof. Maar ze zijn er nu weer afgestapt. Ze willen nu weer meer terug naar hoe Halo Combat Evolved eruit zag. Ja.
Ik denk dat je dan te veel probeert te pleasen. Doe dat niet. Ik denk dat ze zelf een hele mooie eigen stijl hadden ontwikkeld. En dat weer loslaten. Ik vind het een beetje een zwakte bot. Maar oké. Ze luisteren in ieder geval naar de community. Dat kan je dan wel weer zeggen. Maar dit einde, jongens. Wow. Heel erg goed. En dat maakt het begin van Halo 4 op zich ook nog wel goed. Maar het voelt dan een beetje als een fake-out. Voor de mensen die weten wat er is gebeurd. Ja, ik ga het niet herhalen. Want het, ja, het is misschien toch een spoiler. Voor de PC-spelers die er nu aan gaan beginnen. Want Halo 3 is zeker een shooter die je vandaag de dag nog gewoon prima kan spelen. Dat vind ik van deel 1 en 2 wat minder. En dit ziet er gewoon prima uit, hoor. Oké, ik heb geen kogels meer. Geef me je gun. Kan dat niet meer? Uh-oh. Ik weet niet hoe ik sla. Ah, zo. Oké, okay, nu hebben we in ieder geval bullets. Volgens mij was deze gun nieuw in Halo 3. Krijg je hier natuurlijk veel meer met de Brutes te maken. Omdat die nog wel loyaal zijn aan High Charity. En nogmaals, we spelen één missie. Dat is de eerste missie. Ik denk dat het best wel een toffe introductiemissie is. Niet peak Halo 3. Ik denk dat dat toch het gevecht met de Scarab is op het strand. Maar desalniettemin heel erg vet. Kleurgebruik is ook erg mooi in deze game. Ik draai hem nu in 144 fps. De capture is max 60 helaas. Maar de games runnen ook erg goed. Zeker op, ook als je wat minder hardware hebt, geen enkel probleem om 4K 60 aan te tikken. Volgens mij komen we nu ook dichter in de buurt bij een strand. Ja, of een rivier. Maar wil je wel wat uitdaging, dan moet je hem zeker ook op Heroic gaan spelen. Daar heb je een leuke uitdaging aan. Daar heb ik hem op gefinished. Ik blijf maar die shift indrukken. Dat ga ik niet uit mijn systeem krijgen. Niet in één let's play in ieder geval. Ja, gelukkig weer de Battle Rifle. Wat echt een prima wapen is. En Legendary wil ik hem ook nog wel spelen, maar dat doe ik liever in co-op. Anders vind ik het net te frustrerend, want het is echt pittig hoor. Maar ook daar zijn Halo games heel sterk in. Er gingen trouwens geruchten dat Halo Infinite zou launchen zonder multiplayer. Maar die geruchten zijn natuurlijk al gauw de wereld uitgeholpen door Brian Gerard. Die zei al meteen, dit is een leugen. De game launcht gewoon met de multiplayer. Dat zou ook wel echt dramatisch zijn als ze dat niet zouden doen. Halo is natuurlijk niet alleen geroemd om zijn campaign, maar zeker ook om de hele goede multiplayer. Ik denk dat de multiplayer het best was in Halo 2. Maar ook een Halo 3 erg goed. Dat is een Halo 5 ook. Dat lijkt misschien niet zo. Omdat er niemand het erover heeft. Om een of andere reden. Maar de multiplayer in Halo 5 is erg goed. De muziek is ook natuurlijk goed. En ik begreep dan ook donders goed. Dat met het einde van Halo 3. Wat ik zei. Wat gewoon echt een goed einde is. Dat ze nooit meer een Halo 4 hebben gemaakt, Bungie. Maar terug zijn gegaan naar een prequel, Halo Reach. Wat een mooi afscheid is. Staat natuurlijk ook op de Master Chief Collection voor de PC. Was de eerste die is uitgebracht. Niet geheel vlekkeloos. Maar is nu toch in zeer goede staat. Die snipers die kunnen echt heel vervelend zijn. Zeker wanneer je Heroic of hoger speelt. Dan kunnen dat echt one-shot kills zijn. Oh,
Waar ben ik nou door geraakt? Maar de game speelt echt heerlijk hoor. Ik ben er heel erg down mee. Ik denk, en laat het ook zeker even weten in de comments, dat we gewoon een volledige playthrough moeten gaan doen op Twitch. Of misschien op YouTube. Laat dat vooral heel even weten. En dan misschien co-op met wat kijkers. Dat is altijd leuk natuurlijk. Je moet wel zuinig zijn met je ammo. Dat kan ik me nog wel herinneren uit eerdere playthroughs. Ik ben echt een huge Halo fan. Dus ik heb echt elke game meerdere malen uitgespeeld. Maar ik weet dat ammo af en toe best wel schaars kon zijn. Oké, hier zijn we al out of ammo. En ik hou gewoon niet van om met Covenant wapens te spelen. Ik weet niet of ik de enige ben. Ondanks dat er best wel wat creatieve wapens zijn. En zo niet eens heel erg verkeerd schieten. Ik vind gewoon de meer realistische wapens van de Marines. Vind ik gewoon cooler. Oh. We moeten gewoon heel even hier. Nee, niet die. Hey, ik wil nog deze. Deze is oké. Oké, en daar zit nog eentje op. Ik hoop wel dat we snel Battle Rifle... Hey, ik had hem toch? Nou, die ga ik niet vanaf hier kunnen raken. Dus laten we gewoon bij hem uit de buurt blijven. Oké, die was al dood. Ja, dat wordt toch lastiger dan gedacht. Wel wat granaten hier nog. Jackals. Ik vind het wel mooi dat al die archetypen van vijanden in de Halo games vrijwel één op één zijn gekopieerd in Destiny. Weet je wel, de grunts, wat de thralls zijn natuurlijk. De jackals, dat zijn die kabaal met die snipers. Het zit er allemaal in. Brutes zijn natuurlijk de normale kabaal. Maar waarom? Omdat die gewoon goed werken. Even kijken. Pak wat deze. En ik wil het liefst nog wel Battle Rifle. Want volgens mij staan we straks op een cliff. Nee, ik kan niet met een leeg wapen switchen. Oké, dan niet. En dan is het wel handig om wat meer guns voor afstand te hebben. Kijk, en dat is dit gedeelte. En dit, als je dit op hoge moeilijkheidsgraad speelt, is best lastig hoor. Maar wel een heel vet stuk. See how they beat their trap? Halo 3 heeft natuurlijk geen Anniversary Edition gehad. En die Anniversary Edition betekent dat die echt volledig geüpdate graphics hebben. Halo 1 en Halo 2 hadden dat. Dan kon je ook heel makkelijk met een druk op de tabknop gelijk switchen tussen de oude graphics en de nieuwe graphics. Dat is hier niet. Maar desalniettemin ziet het er nog steeds prima uit. Oh, dit ga ik echt niet redden. Dit ga ik niet redden. Ik hoor een brute. Laten we eerst die brute aanpakken. Arbiter. Die arbiter gaat gewoon voorlopen. Is die brute down? Nee, hij is niet down. Maar mijn kogels zijn wel bijna op. Hè? Waar zit die enemy dan? Zat hij hier op het dak? Hey, dit is wel een goed wapen. Ik blijf maar die shields gooien. Het is echt verschrikkelijk. Uh-oh. Daar gaat hij. Stay down. Dat was de eerste bloed van daarvoor. Hey. Oké. Echt, als je dit op normal speelt, dan hieronder zitten tunnels.
En dan ga ik echt heel sneaky door die tunnels en dan probeer ik ze te flankeren. Oh mijn god. Ga eens down. Hey, waarom stikt die grenade niet? Oké, we hebben geen kogels meer. Thank you, Arbiter. Nou, swappen we wel voor deze. Moeten we wel dichtbij zien te komen. Ik vind het er echt mooi uitzien hoor. Althans, ja, niet super super. Ik bedoel niet als een vandaag bedacht titel, maar zeker prima speelbaar. Dat met hoge FPS is gewoon een blessing. Ik kon niet goed zien of hij nou dood was of nog leefde. Daar zit nog een Shintoki. Ja, die hebben we ook. Kijk, kunnen we ergens nog... Ja, ammo oppikken. Dat is heel erg belangrijk dus. Zal er boven hier iets liggen? Of is dit gewoon een shortcut? Ja, dat is gewoon een shortcut. Maar komen we wel deze papje tegen? Maken we snel korte metten mee. Oh. Ik dacht heel even dat hij stikt was. Het voelt ook nog steeds zo satisfying wanneer je een grenade weet te stikken. Is dit Sergeant Johnson die hier zit? Yes. En nu hebben we een escape te plannen. Oké, hier hebben we guns. Wat ligt er hier? Nee, die hoef ik niet. We gebruiken de hammer en de carbine. Stay alive. Pelican inbound. Hoe snel kon je die kapot schieten? Nee, niet hè. Ja, het kan wel, maar het kost te veel tijd. Oké, laten we gewoon via dit go. Hey. Nee. Ja, je vliegt echt door die bullets heen, man. Kijk, aanval is de beste verdediging, hè? Dus daar kiezen we ook maar voor. Nee! Nee! En straks, er is nog heel veel vehicle combat. Je kan ook voor het eerst zelf vliegen in een one-man carrier van de USMC. Echt gruwelijk. Oké, we pakken gewoon deze. Als je daar zo stoer gaat zitten doen. Oh. Waar is ons pelican? Oh, daar! Hij stond erachter. Nou, dan gaat deze ook heel snel down. Dat kan niet lang meer duren. En daar gaat hij. En volgens mij was dit alweer de eerste missie. Nou. Om en nabij de 30 minuten. Past perfect bij deze let's play. Of ik vergis me hoor, er kan er nog iets achteraan komen, maar ik dacht het niet. Ik dacht dat dit het was. Moeten we nu gewoon instappen? Ja. Hold E to ride Pelican. There we go. Mooie introductiemissie. Voelt nog steeds as good as ever. Beter nog dan ooit natuurlijk, omdat hij op de PC draait nu. IFF confirmed. Contact is Pelican dropship, Kilo 23, over. Roger that. What's the word, Kilo 23? Sierra 117 on board. Request priority clearance. Over. Deck's yours. Come on down. Ja, dat was hem jongens. Dat was de allereerste missie van Halo 3
voor de PC. En ja, we gaan nu nog met een cutscene te maken krijgen. Maar daar gaan wij niet meer naar kijken. Mocht je dat willen zien, laat het heel even weten hieronder in de comments. Moeten we die game gaan streamen? Moeten we hier een serie van maken op YouTube? Dus bij elke nieuwe campaign is hier gewoon een YouTube video. Dat kan ook. Ik denk dat er in totaal iets van 15 campaigns zijn. Het is niet een super lange singleplayer campaign, maar wel een hele sterke, ook een hele goede. En laat het dus vooral weten. Ga je Halo 3 spelen? Ga je de multiplayer checken? Ik ben niet echt een Halo multiplayer speler meer. Dat was ik in mijn Halo 2 tijd en mijn Halo 3 tijd. Daarna heb ik dat een beetje losgelaten. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Jullie zijn baas gebazen toppetjes. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten en een comment of te subscriben. Ooit kan je daar een biertje van mij mee verdienen. Maar wanneer dat is, dat weet niemand. Maar ooit gaat het gebeuren. Dankjewel voor het kijken, jongens. En dan check ik jullie later. Ciao!